Goedemorgen, welkom bij de dagelijkse les van de Cursus in Wonderen. Vandaag de vierde herhaling in deze 10-daagse herhalingsserie. Voordat we beginnen, even een korte mededeling over een mogelijkheid tot het bijwonen van een extra klas van de eerste helft van de herhalingslessen. Die zal morgenavond plaatsvinden om 9 uur. Niet via dit kanaal en ook niet via de gebruikelijke kanalen die we hebben. Het zal een live klas zijn die ook niet later kan worden teruggezien of gehoord. Mocht je daarbij aanwezig willen zijn, mocht je de klas over de eerste 25 herhalingslessen, dus dat is de afgelopen 3 dagen, vandaag en morgen, gecombineerd in 1 klas. Als je daarbij wil zijn, stuur ons even een aanmeldings-e-mailtje. En dan krijg je de link toegestuurd waar de klas live kan worden gevolgd. Dus heb je vanmorgenavond niks te doen en je bent geïnteresseerd om naar de eerste 25 lessen te kijken. En dat samen met mij in vogelvlucht te behandelen, zodat je daar de rode draad van alle 25 in ziet. Dan ben je meer dan welkom. Stuur even een e-mailtje dat je geïnteresseerd bent via contact op onze website cursusinwonderen.org. En dan krijg je de link toegestuurd. Goed. Herhaling. Eerste herhaling van het werkboek. Het is toch heerlijk dat we zo dat in dat kleine boekje kunnen meelezen. In plaats van dat grote boek mee te zeulen. Goed, de inleiding. Vanaf vandaag zullen we een serie herhalingsoefeningen doen. Elk daarvan bevat 5 van de reeds geïntroduceerde ideeën. Te beginnen met het eerste en eindigend met het 50ste. Na ieder idee volgt een korte toelichting die je bij de herhaling in overweging moet nemen. De oefeningen horen in de daarvoor bestemde periode als volgt te worden gedaan. Begin de dag met het lezen van de 5 ideeën plus de toelichting. Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te houden bij het overdenken daarvan. Maar je moet wel met elk idee tenminste 1 keer oefenen. Gebruik voor elke oefenperiode ruim 2 minuten, waarin je over het idee en de bijbehorende toelichting nadenkt nadat je die overgelezen. Doe dit vandaag zo vaak mogelijk. Denk zo vaak mogelijk aan de les, aan de toelichting, aan het idee wat voor deze dag centraal staat. Geef het aandacht. Neem het met je mee waar jij ook gaat. Als een van de 5 ideeën je meer aanspreekt dan de andere, concentreer je dan daarop. Maar zorg er aan het einde van de dag voor dat je ze allemaal nog eens herhaalt. Het is niet noodzakelijk om in de oefenperiode de toelichting na elk idee woordelijk of grondig te repeteren. Probeer liever de nadruk te leggen op de kern ervan en denk erover na als onderdeel van je herhaling van het idee waarop het betrekking heeft.
Echt de nadruk op de kern ervan. En denk erover na als onderdeel van je herhaling van het idee waarop het betrekking heeft. Nadat je het idee en de bijbehorende toelichting gelezen hebt, moet je de oefening met gesloten ogen doen. Liefst wanneer je op een rustige plek alleen bent. Dit geldt vooral voor de oefenperiode in het leerstadium waarin jij nu verkeert. Je zult echter moeten leren geen speciale omstandigheden meer nodig te hebben om toe te kunnen passen wat je hebt geleerd. Je zult het geleerde eerder nodig hebben in situaties die jouw vrede lijken te verstoren, dan in situaties die al vredig en rustig lijken. Wat je leert heeft tot doel jou in staat te stellen de rust met je mee te dragen en verdriet en verwarring te genezen. Dit doe je niet door die te ontvluchten en een afgezonderde toevluchtsoord voor jezelf te zoeken. Je zult hoe dan ook leren dat vrede deel van jou is en slechts van je vraagt dat je elke situatie waarin je je bevindt omhelst. En uiteindelijk zul je leren dat er geen grens is aan waar jij bent, zodat jouw vrede overal is, net als jij. Je zult merken dat in het kader van de herhaling sommige ideeën niet helemaal in hun oorspronkelijke vorm worden aangeboden, of dat je weerstand voelt opkomen over hoe het nu wordt gepresenteerd, of dat je simpelweg niet kunt geloven wat je nu op dit moment zult gaan oefenen. Het maakt niet uit. Gebruik ze zoals hier ze gegeven zijn. Het is niet nodig om terug te gaan naar de oorspronkelijke formulering of de ideeën toe te passen zoals toen werd voorgesteld. We leggen nu de nadruk op de verbanden tussen de eerste 50 ideeën die we behandeld hebben en op de samenhang van het denksysteem waarin ze jou leiden. En er zijn hier twee aspecten in dit laatste gedeelte, in de laatste paragrafen. In de eerste plaats wordt je gevraagd alles te omhelzen. En in de tweede plaats wordt jou gevraagd om je te laten leiden. Beide zijn niet onderdeel van een systeem waarin jij jezelf, hoe noem je dat, vastzet in je eigen ideeën. Nee, je accepteert en aanvaardt leiding. Je accepteert de situatie waar je in zit en je aanvaardt de leiding die jou zal worden gegeven. Dat is de enige manier waarop jij in vrede, door vrede, uit de situatie zult kunnen komen. Alle andere zal jou onvrede opleveren. Goed. Dit zijn de ideeën van de herhaling van vandaag. En ja, weet je, het is niet zozeer de vraag of het juist is of niet. Inhoudelijk zijn we de afgelopen dagen niet zozeer bezig gegaan met wat er staat, maar hebben we dat echt actief overgeleverd? Gewoon geaccepteerd wat ons werd gepresenteerd. Daar zal inderdaad de klas van morgen
interessant kunnen zijn, omdat we daar iets meer gaan kijken naar wat er wordt aangeboden. Nu wordt er niet zozeer gevraagd om creativiteit, de zin van dat je je allerlei associërende gedachten gaat toevoegen, maar wordt je simpelweg gevraagd om te luisteren, de situatie waarin je denkt je te bevinden, te omhelzen, te aanvaarden, leiding te accepteren en simpelweg een moment te nemen waarop je de les, de ideeën met je gedachten naloopt en toepast op waar jij jezelf in bevindt. Het zijn 5 ideeën. Er is niet veel wat er van je wordt gevraagd. Je hoeft er niet allerlei dingen mee te doen. Het enige wat er wordt gevraagd is om stil te staan en het idee te nemen en op je eigen wereld, op je eigen leven, op je eigen situatie te zetten. En daarover na te denken. En we denken er niet over na in een soort van vorm of goed of slecht. Iets wat ik wel wil accepteren of niet wil accepteren. Iets wat goed is voor mij of niet goed is. Nee, het is echt een zelfreflectie. Het is een terugkijken op, als het ware. Oké. Ik ga ze alle 5 één keer voorlezen en dan gaan we iedere een les afzonderlijk 2 minuten mee oefenen. Ik heb geen neutrale gedachten. Neutrale gedachten zijn onmogelijk, want alle gedachten bezitten kracht. Ze zullen ofwel een onechte wereld maken, of mij naar de werkelijke wereld leiden. Maar gedachten kunnen niet zonder gevolgen zijn. Zoals de wereld die ik zie uit mijn denkfouten voortkomt, zo zal de werkelijke wereld voor mijn ogen verrijzen als ik mijn vergissingen corrigeren laat. Mijn gedachten kunnen niet nog waar, nog onwaar zijn. Ze moeten of het een of het ander zijn. Wat ik zie toont mij wat ze zijn. Ik heb geen neutrale dingen. Ik zie geen neutrale dingen. Wat ik zie getuigt van wat ik denk. Als ik niet dacht, zou ik niet bestaan. Want leven is denken. Laat ik naar de wereld die ik zie kijken als de weergave van mijn eigen staat van denken. Ik weet dat de staat van mijn denken kan veranderen. En dus weet ik tevens dat de wereld die ik zie ook veranderen kan. Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn zien. Als ik geen privégedachten heb, kan ik geen privéwereld zien. Zelfs het dwaze idee van de afscheiding moest gedeeld worden voor het de basis conforme van de wereld die ik zie. Maar dat delen was een delen van niets. Ik kan ook een beroep doen op mijn werkelijke gedachten die alles met iedereen delen. Zoals mijn gedachten van afscheiding appelleren aan de afscheidingsgedachten van anderen, zo doen mijn werkelijke gedachten de werkelijke gedachten ontwaken in hen. En de wereld die mijn werkelijke gedachten mij tonen, zal zowel voor hun als voor mijn ogen dagen.
Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn gedachten. Ik ben in niets alleen. Alles wat ik zie, of zeg, of doe, onderricht heel het universum. Een zoon van God kan niet vruchteloos denken of spreken of handelen. Hij kan in niets alleen zijn. Het ligt daarom in mijn macht om ieders denken tezamen met het mijne te veranderen. Want aan mij is de macht van God. Ik ben vast besloten te zien. Nu ik onderken dat mijn gedachten altijd met anderen worden gedeeld, ben ik vast besloten te zien. Ik wil naar de getuigen kijken die me tonen dat het denken van de wereld is veranderd. Ik wil het bewijs aanschouwen dat wat via mij is gedaan, gemaakt heeft dat de liefde de plaats kon innemen van angst, lachen de plaats van tranen en overvloed de plaats van verlies. Ik wil de werkelijke wereld zien en die mij laten leren dat mijn wil en de wil van God één zijn. Wat is de rode draad in deze 5 lessen? We zien hier dat het hele idee dat we losstaan, dat er dingen onafhankelijk van ons gebeuren, dat dat niet mogelijk is. Dat je geen loze gedachten zijn. Dat je altijd actief kiest. En dat de gevolgen die jij ontvangt, of waarneemt, of ziet, dat die altijd gekozen zijn. En dat we nu opnieuw kiezen om iets totaal anders te zien. Goed. Pak je boeken bij en probeer samen met mij deze eerste les te lezen, eerste herhaling te lezen. En dan nemen we 2 minuten om daar rustig over na te denken. En doe dat met gesloten ogen. Probeer je af te sluiten voor de impulsen van de wereld en je volledig over te geven aan je gedachten die je wilt gaan denken en wil aanschouwen over de les. Ik heb geen neutrale gedachten. Neutrale gedachten zijn onmogelijk, want alle gedachten bezitten kracht. Ze zullen ofwel een onechte wereld maken, of mij naar de werkelijke wereld leiden. Maar gedachten kunnen niet zonder gevolgen zijn. Zoals de wereld die ik zie uit mijn denkfouten voortkomt. Zo zal de werkelijke wereld voor mijn ogen verrijzen als ik mijn vergissingen corrigeren laat. Mijn gedachten kunnen niet nog waar, nog onwaar zijn. Ze moeten of het een of het ander zijn. Wat ik zie, toont mij wat ze zijn.
Ik zie geen neutrale dingen. Wat ik zie getuigt van wat ik denk. Als ik niet dacht, zou ik niet bestaan. Want leven is denken. Laat ik naar de wereld die ik zie kijken als de weergave van mijn eigen staat van denken. Ik weet dat de staat van mijn denken kan veranderen. En dus weet ik tevens dat de wereld die ik zie ook veranderen kan. Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn zien. Als ik geen privégedachten heb, kan ik geen privéwereld zien. Zelfs het dwaze idee van de afscheiding moest gedeeld worden voor het de basis kon vormen van de wereld die ik zie. Maar dat delen was een delen van niets. Ik kan ook een beroep doen op mijn werkelijke gedachten, die alles met iedereen delen. Zoals mijn gedachten van afscheiding appelleren aan de afscheidingsgedachten van anderen, zo doen mijn werkelijke gedachten de werkelijke gedachten ontwaken in hen. En de wereld die mijn werkelijke gedachten mij tonen, zal zowel voor hun als voor mijn ogen dagen.
ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn gedachten. Ik ben in niets alleen. Alles wat ik denk, alles wat ik zeg, alles wat ik doe, onderricht heel het universum. Een zoon van God kan niet vruchteloos denken, of spreken, of handelen. Hij kan in niets alleen zijn. Het ligt daarom in mijn macht om ieders denken tezamen met het mijne te veranderen. Want aan mij is de macht van God. Ik ben vast besloten te zien, nu ik onderken dat mijn gedachten altijd met anderen worden gedeeld, ben ik vast besloten te zien. Ik wil naar de getuigen kijken, die me tonen dat het denken van de wereld is veranderd. Ik wil het bewijs aanschouwen dat wat via mij is gedaan, gemaakt heeft dat liefde de plaats kon innemen van angst, dat lachen de plaats kon innemen van tranen en dat overvloed de plaats kon innemen van verlies. Ik wil de werkelijke wereld zien en die mij laten leren dat mijn wil en de wil van God één zijn.
En zo eenvoudig is het. Ja, weet je, we lopen rond. En we zijn drukdoende met allerlei dingen. En we zijn zo gewend om de zaken uit te vogelen, te analyseren, te bepraten. En dan blijkt het gewoon zo eenvoudig te zijn. En het is werkelijk zo eenvoudig. Je bent niet alleen. Wat je ook doet, wat je ook zegt, wat je ook denkt, je bent niet alleen. Laat dat voor vandaag met jou meegaan. Dat je ziet dat de gedachten die je hebt het hele universum onderwijzen. Dat je niet een neutrale of loze gedachte hebt. Maar dat je iedere gedachte heel doelbewust kiest. En dat je ook onmiddellijk daar de gevolgen van ziet. Het ondergaan van die gevolgen zijn jouw eigen keuze. We hebben alles, alle betekenis gegeven die het voor ons heeft. Daarom zie je geen neutrale dingen. Je bent niet alleen in de dingen die je aanwijst als goed of slecht. We denken dat we vrijelijk de politieke arena kunnen invullen. Waarin we een soort van moreel hoog houden. Van dit is collectief gezien geaccepteerd. En dan nemen we nog iets geografisch daarbij in. En dan zeggen we dit is de cultuur. Maar je bent niet de enige die de gevolgen ervaart van jouw zien. Je kijkt, maar wat zie je? Je ziet wat jij wilt zien. En dat druk je op de situatie. Ik ben vast besloten om dat wat ik wil, wat ik wil zien, om dat te zien en dat te verkondigen. Kijk, en dat mechanisme zit in mijn denkgeest vastgeroest. Daarom ben ik niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn gedachten. Maar ik ben vastbesloten om te zien. Visie is mij gegeven. Ik ben niet het slachtoffer van mijn eigen gedachten. Ik aanvaard de kracht en macht die mij is gegeven op ieder moment. Om de werkelijkheid, om de waarheid, om mijzelf tot uitdrukking te brengen. Kijk, het staat je vrij om de lessen te doen wanneer het jou goed dunkt. Dat je de lessen doet, staat jou niet vrij. Je zult ze doen. En dan komen we terug op de lijfspreuk. Wat is er mis met nu? Waarom niet nu? Nou, neem vandaag regelmatig 2 minuten de tijd om met gesloten ogen over 1 van deze 5 ideeën na te denken. Het is van wezenlijk belang. Het is van wezenlijk belang dat je je dag zo indeelt. Dat je rustmomenten inlast. Waarop je voor jezelf actief
eentje leest en het dan toepast, over nadenkt, tot je neemt. Kan handig zijn om dat in een klein pocketformaat boekje te doen. Maar goed, daar hebben we het al eerder over gehad. Mocht je morgenavond niks te doen hebben, wil je morgenavond naar een bijeenkomst komen, maar kun je je huis niet verlaten? Komt goed uit. We doen online een klas waar jij bij kunt zijn. Stuur een berichtje via eencursusinwonderen.org, contactformulier. En laat weten dat je daarbij aanwezig wilt zijn. Dan krijg je een link toegestuurd waarin je de klas kunt volgen. Dankjewel. Amen.